Hartelijk gefeliciteerd met de opdracht. Welkom allemaal bij dit toch wel bijzondere moment. Het is zover. In het bijzonder Hans van Orel, van harte welkom hier in Almelo. Fijn dat je er ook bent om met de gemeente de overeenkomst te ondertekenen voor de realisatie van een denk ik fantastisch sportcomplex, nieuw sportcomplex, waar ik van denk dat de gebruikers, de zwemmers en ook de verenigingen erg naar uitkijken dat daar ook een nieuw en kwalitatief hoogstaand gebouw weer komt te staan. En het is toch gaaf om hier de volgende stappen in te kunnen zetten, yes. Want we houden van bouwen. Plannen maken vinden we leuk, maar wij zijn bouwers. Ja. En om dat een beetje kracht bij te zetten en ook de fase te markeren dat we aan het bouwen gaan, wou ik in ieder geval dit aanbieden. Ah, kijk eens. Wellicht dat een plekje op het bureau kan krijgen. Dat ondanks alle werkzaamheden die dan er tussendoor moeten worden van ja, we doen het ook echt nog ergens voor. Ja. We zijn ook echt straks ergens aan het bouwen. Eerst nog heel even ontwerpen, maar dan gaan we bouwen. En wellicht dat daar... Mooi. Hartelijk dank. Ja, zeker. Die komt bij mij op bureau te staan. Wij gaan eerst tekenen. Sneller dan ik. Hartelijk gefeliciteerd met de opdracht. En Want in het traditionele verhaal heeft een opdrachtgever die laat tekeningen maken. En dan, ja, eigenlijk het enige wat we doen is die stenen stapelen en het te realiseren. Maar in dit geval mochten we ook het complete ontwerp organiseren. Daarmee is zo'n uitvraag erg bijzonder. Je moet veel nadrukkelijker kijken wat de wensen en de behoeften van de opdrachtgever is. Het belangrijkste daarvan is dat wij vinden dat het complex als een soort paviljoen in het groen kan komen te staan. Zodat we echt het groene karakter teruggeven aan het gebied. En daarbij komen dan natuurlijk ook wel een aantal andere dingen in het gebied, zoals nog te ontwikkelen, woningbouw en dergelijke. Maar ook de buitenbaden en andere buitensport. Nou, hier kan je dan eigenlijk een vogelvlucht, het hele gebouw en het hele gebied zien. Dus we kijken nu op de hoofdentree van het complex. En daarachter zie je eigenlijk de bestaande korfbalvelden. En je ziet eigenlijk meteen dat het gebouw echt als een... in het groen staat en dat er een soort groene buffer tussen het gebouw en de overige functies is.